Goedemorgen allemaal, welkom in alweer de zesde talkshow van deze week. We lopen echt lekker op stoom. Deze talkshow die gaat over ontwerpen voor een duurzame en socio-economische toekomst. En daarvoor heb ik een paar hele fijne tafelgasten aan tafel, die zal ik zo voorstellen. We zitten in een livestream. Je kunt meekijken, maar als je niet mee kunt kijken, is het ook geen probleem. Dan weet je niet dat je meekijkt, maar dan kun je later altijd terugkijken. Dus we gaan lekker aan de slag. We mikken op ongeveer 40 minuten, drie kwartier, denk ik. En dan gaan we een heel mooi gesprek voeren. Laten zien waar we mee bezig zijn met Bureau Kade. Marijke Jans zit aan tafel, Martijn Sieverink van Peel Pioneers en Ivo van Tillaert. Kunnen jullie jezelf heel kort even voorstellen? Marijke. Ja, mijn naam is Marijke Jans. Ik werk bij Bureau Kade in de interieurafdeling. Met een grote voorliefde voor circulair ontwerp en biobased materialen. Vandaar kom ik over de landsgrens om dat in Nederland de kennis mee te nemen. Hartstikke leuk, super. Martijn. Ik ben Martijn Sieverink. Ik ben van origine een techneut. Ik heb in Delft gestudeerd. En sinds een jaar of 4, 5 hou ik me echt bezig met circulaire innovatie. En sinds een jaar en 2 maanden werk ik bij Peel Pioneers in Den Bosch. En Peel Pioneers, wat is dat voor soort bedrijf? Peel Pioneers is een bedrijf dat sinaasappelschillen ophaalt in de supermarkt. En daar dan weer nieuwe circulaire producten van maakt. Die uiteindelijk ook weer in de supermarkt eindigen. En dan ga je zo meteen iets meer over vertellen aan de hand van het schema. Ja. Ja. Ivo. Ja, ik ben Ivo van der Tillaert, architect bij Bureau Kade. En wij concentreren ons als architectenbureau heel erg op biobased en circulair ontwerp. En dat gebeurt op heel veel verschillende schaalniveaus. Zoals je vandaag ook zult zien, gaat het van heel klein tot heel erg groot. Ja, we gaan het thema waar we het echt over gaan hebben zo meteen goed bij de kop pakken. We gaan heel even aan Martijn vragen om het bedrijf en wat jullie daar precies doen toe te lichten. Ja. Nou, Peel Pioneers is de grootste schillenboer van Europa, zo noemen we onszelf. Dus wat wij doen, wij laten schillen in supermarkten. Als je een supermarkt een glaasje verse jus pakt bij zo'n machine, zo'n fles sap, dan eindigen de schillen in een bak en dan verdwijnen ze en dan denk je er nooit meer over na. Wij laten die schillen ophalen, dat doet onze partner Renewi. En die schillen worden gebracht naar onze fabriek in Den Bosch. En dan verwerken we die schillen tot een aantal circulaire producten. We maken sinaasappelolie is één product. En een voedingsvezel is een heel belangrijk product dat wij maken. Nou, die producten gaan weer naar fabrikanten van levensmiddelen. Die maken daar levensmiddelen van. Muffins is altijd het voorbeeld dat ik gebruik, maar ook vleesvervangers, vegan en vegetarisch, dat soort producten. En die eindigen dan weer in de supermarkt. En dat doen we nu sinds ongeveer een jaar in Den Bosch. Daarvoor hebben we dat 2 jaar in Son gedaan. En we groeien als kool. Als sinaasappel. Ja. Ik doe nog eentje terug, want dit is jullie team. Dat is het team, ja. Deze foto is denk ik 6 maanden geleden gemaakt. Sindsdien zijn we weer wat groter. Momenteel bestaat het team uit... niet liegen, 32 mensen. En we hopen nog flink te gaan groeien in dit jaar, in 2022. Ja. Super. Helemaal gaaf. En er blijft aan het eind bijna niks over. Ja, dus als we ons werk goed doen, blijft er aan het einde niks over. Alleen restwater. En ook daar zoeken we verwaarding voor. Ja. Ja. Ivo, ik vraag ondertussen toch even een vraag aan jou. Ik denk dat dat fijn kijkt. We hebben Martijn gevraagd aan tafel, juist omdat we met die reststromen bezig zijn, ja. In dat interieurontwerp. En we gaan kijken hoe we kunnen leren van het proces, toch? Ja zeker. Nee, ik denk, dus jullie zijn ook een lokale partij uit Den Bosch. Ja. Dus we zijn ook heel erg aan het kijken geweest. Ja, wat zijn nou in ieder geval om ons heen al hele inspirerende voorbeelden waar we van kunnen leren? Ja. En zo zijn we ook bij jullie terechtgekomen. En hebben we een aantal keer met elkaar gesproken. Ja. Ook bij jullie fabriek rondgekeken. Omdat wij eigenlijk, zoals jij het al zo mooi zegt, nog in de garagefase zitten zeg maar, van het proces. En jullie zijn al iets verder. Dus dat is iets waar wij met ons proces denk ik heel veel van kunnen leren. Ja,
Ja, ja, dus een van de dingen die, en dit is voor mijn tijd hoor, ik was werknemer nummer 9, een jaar en 2 maanden geleden, maar dus het beginstuk heb ik dan gemist. Maar wat denk ik heel belangrijk is dat je jezelf verzekert van een constante stroom van grondstof. Ja. He, dus de schil, die vroeger afval was, maar nu echt als grondstof wordt gezien. Ja, ik denk dat de belangrijke ding wat Pielpanjers gedaan heeft, zich ervan verzekerd dat we toegang hadden tot deze schil. En met een goede continue kwaliteit. Ja. Want natuurlijk, groene producten zijn natuurlijk variabel. Je hoeft je GFT-bak maar om te kiepen en je ziet wat er allemaal in zit. Het is lastig om daar een groot proces op los te laten. Ja. Zullen we daar zo meteen verder op gaan? Ja. Want dan gaan we eerst kijken van wat is Bureau Kade nu voor de Wenerixcel aan het doen? Marijke, dan pak ik jouw slide erbij. En als jij mij een tip geeft van de volgende slide, dan pak ik de volgende erbij. En kunnen we die ook in beeld zien daar dan? Ja, dankjewel. Ja, jij hoeft niet daarin te kijken, jij mag daarin kijken. Ja. Dan zien we. Dan kun jij het, jij kunt het daar goed zien of ja, kun je het daar beter? Prima, prima. Okay. Wel, de Wenerixcel in Den Bosch. Misschien kan eigenlijk Ivo eerst het grotere plaatje daarover vertellen. Ja, is wel leuk om inderdaad heel even in het kort toe te lichten waar we het over hebben. Dit is inderdaad wat je nu ziet, de toekomstige voorgevel van het Wenerixcel-gebouw in Den Bosch. Dat is eigenlijk 15.000 vierkante meter productieruimte en kantoren voor het sociaal domein. In Den Bosch. En je moet je voorstellen dat daar dagelijks zo'n 1000 mensen werken. Die hebben verschillende afdelingen. Het zijn productieafdelingen. En het zijn bijvoorbeeld ook groenafdeling en post zit daarin. Dus hele diverse werkzaamheden. Wij hebben daar het ontwerp voor gemaakt. Wij niet alleen, ook in samenwerking met onder andere Tarra architecten. En dat is een helemaal circulair en zoveel mogelijk, zeg dan even, biobased gebouw geworden. Ja. Wel, dus de buitenschil is veel opgewerkt om het een circulair en biobased gebouw van te maken. Ja. Maar Bureau Kade heeft ook het interieur als opdracht gekregen om het interieur uit te tekenen. En daar is eigenlijk het onderzoek mee gestart. Ja, dankjewel. We wilden graag de biobased materialen zoveel mogelijk in het interieur meetrekken. Biobased materialen is de dag van vandaag hip en happening. Er zijn heel veel mensen en heel veel materialen aan het groeien en bezig. Het is een markt waar dat je eens goed naar moet kijken. Wil je daar de correcte materialen voor je gebouw uithalen? En zo zijn we eigenlijk gestart met het idee, laten we de mensen in de sociale werkplek, die in het nieuwe gebouw van Wenerixcel ook hun eigen plaats gaan hebben, kunnen we die integreren mee in het gebouw door hen zelf producten te laten maken die dat als losse interieurelementen in de sfeer van het gebouw mee kunnen komen. We hebben dan even gekeken in de range die dan nu al ter beschikking is van biobased materialen, welke materialen dat al commercieel verwerkbaar zijn, welke dat nog in een experimentele fase zitten, om dan vervolgens te kijken, de mensen van de Wenerixcel, welke materialen zouden ze kunnen verwerken en welke materialen zouden ze zelf kunnen maken. Dan mag je de volgende nemen. Dus het meest logische is om te kijken eerst welke materialen dat er al op de markt zijn dat er door de mensen van de sociale werkplek zouden kunnen verwerkt worden tot nieuwe interieurelementen. En dan kwamen we uit bij een aantal biocomposieten en plaatmaterialen die dat zeer interessant zijn. Dan mag je de volgende nemen. Daar zijn een aantal leuke ontwerpen uit voortgekomen. Dan mag je de volgende nemen. Maar dan, wat misschien nog wel interessanter is, is om te bekijken of dat je heel lokaal de kringen kan sluiten. Of dat je afval die gemaakt wordt door de gemeente zelf of door het gebouw, Wenerixcel zelf, of dat we die reststromen die daar worden geproduceerd, of dat we die kunnen terugkoppelen in de sociale werkplaats om daar nieuwe materialen van te maken. Dat is eigenlijk het startpunt
het punt waar dat we mee verder zijn gegaan in het onderzoek. En daar zijn een aantal heel interessante dingen uitgekomen. Mag je de volgende nemen? Dan focussen we ons op bioplastics en biocomposieten. Om het ontwerp, er zijn tegenwoordig heel veel bioplastics en biocomposieten al uitgeschreven. Er wordt heel veel open source gedeeld in die markt. Dus ben ik aan de slag gegaan om te checken, dan mag je de volgende nemen, hoe low-tech in een low-tech omgeving kan je die bioplastics en die biocomposieten zelf maken en kunnen we dat overbrengen, die kennis, naar de sociale werkplaats om hen die producten te laten maken. Low-tech is echt low-tech. We hebben eigenlijk maar 3 dingen nodig. En dat is een binder, een weekmaker en een pigment of een vulstof, een afvalstroom die dat een kleur of een vulling geeft aan het materiaal of de plastic. Dan mag je de volgende slide nemen. Ja. Een aantal testen. Low-tech testen die dat direct heel veel potentieel gaven. Wat kan je daar zien? Testen met zeewier, rode kool, curry, mango, noem het zo gek niet op, of je kan er een mooie bioplastic van maken. We hebben bijvoorbeeld ook sinaasappelschillen getest, waarom dat we nu heel graag de pilpioneers bij aan tafel hebben om daar nog van te leren. Dan mag je de volgende nemen. Dit is bijvoorbeeld afval van oesterschelpen. Daar kunnen we veel mee aan de slag met al deze gegevens. En dan zijn we dat proberen te gaan vertalen, of dan ben ik dat proberen te gaan vertalen naar eenvoudige recepten om te onderzoeken of dat we de kennis die dat we hebben opgebouwd, of dat we die kunnen terugkoppelen naar de sociale werkplaats met eenvoudige elementen, eenvoudige recepten, om te kijken of dat het een haalbare kaart is om hen effectief een ontwerp te kunnen laten maken, zelf te kunnen laten maken. Dan mag je de volgende nemen. Deze week deden we de eerste workshop op de sociale werkplek van Wener Excel. Ik had daar 4 heel enthousiaste dames bij mij. Het was echt geweldig. Ik heb het proces eerst zo breed mogelijk opengelaten om al geen afgeleide vormen te maken. Van we moeten die weg uit en we gaan dat ontwerp maken. Eerst een klein beetje een feeling maken met de producten zelf. En hen gewoon bezig gelaten en niet te veel gezegd. En gedurende 4 uur, ik denk dat op het einde van de 4 uur er misschien wel 70 ideeën op tafel lagen van wat kunnen we hier allemaal mee maken. Dus laaiend enthousiast. We hebben nog een aantal workshops gepland voor de komende weken, waar we dan hopelijk als resultaat een afgeleide vorm en hopelijk mooie producten kunnen maken. Het zou een stap vooruit zijn in de markt van de biobased materialen, maar ook voor de mensen die dat bij Wener Excel werken, om een leukere daginvulling te geven dan wat er nu heel vaak gebeurt, is een heel herhalende taak, bijvoorbeeld stickers plakken op pizzadozen. Als we de mensen kunnen bewegen en ze fier kunnen maken op hun eigen materiaal dat ze zelf gemaakt hebben, dat in hun eigen kantoorgebouw hangt, dan denk ik dat we een mooie keten gemaakt hebben met afvalstromen sluiten, maar ook mensen een aangename daginvulling geven. Dat is een klein beetje de insteek van het project. Mooi. Super. Nou, ik vind het heel fijn om dit hele overzicht te zien en te bespreken met jou. Marijke, wat vind je nou zo fascinerend aan het feit dat ontwerp en stoffen, reststoffen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, de slogan geen afval, geen uitval. Wat is daar nou zo mooi aan? Wat brengt dat jou als ontwerper? Het is
Het is heel voldoenend omdat het erg vakoverschrijdend is. Als ontwerper maak je een ontwerp en je laat het uitvoeren en je ziet het eindresultaat. Nu is het veel meer nadenken, veel meer tussenstappen maken, veel meer betrokkenheid en de mensen bewegen of stimuleren om die enthousiast te krijgen en ze dan ook enthousiast krijgen om mee te werken, zodat je als ontwerper een veel grotere impact kan maken, is heel erg fascinerend en heel erg voldoenend. Ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Ivo, jij bent de architect van de Wener XL. Dat heb je net samen met Tara en heel team, hè? Niet ja. In je eentje. natuurlijk niet, want het is veel te ingewikkeld. De droom eigenlijk om dat interieur te koppelen aan dat exterieur, die bestaat al heel lang. Hè? Dat is een lang proces geweest. Ja. Kun je een beetje toelichten hoe dat gegaan is en waar je tegenaan gelopen bent? Ja, nee, dat idee bestaat al heel lang. En dat komt eigenlijk het feit dat als je bezig gaat met een circulair of met een biobased ontwerp, dat je kijkt altijd heel erg naar de context. Hè? En als het ook over materialen gaat, ben je al bezig met een soort material-based design. Dus je laat zeg maar het materiaal ook een beetje sturen waar je naartoe gaat. Mm. En dus je bent sowieso al wat breder aan het kijken, zeg maar, met zo'n ontwerp dan puur alleen de functionaliteit van het gebouw. En het is hier natuurlijk heel duidelijk dat we bezig zijn met een gebouw wat onderdeel is van het sociaal domein van Zethoogenbosch, waar heel veel mensen werken. Hè. Dus wat er eigenlijk in het gebouw gebeurt, is minstens net zo belangrijk als het gebouw zelf. Hè. Dus om je als architect op blind te staren op de gevel zou een beetje zonde zijn. Dus we willen daar eigenlijk veel meer betekenis aan geven. Dat juist dat sociale aspect wat heel erg aan het gebouw hangt en wat mensen nou echt doen in het gebouw, is misschien nog wel veel belangrijker dan het gebouw zelf. Dus we zijn er al wat langer over na aan het denken van hoe kunnen we nou die mensen sowieso erbij betrekken en veel betekenisvollere invloed geven op het gebouw zelf. En dat is natuurlijk ook echt iets wat vanuit de Wener zelf ook echt een belangrijke wens. Is dat ook niet eigenlijk de oorspronkelijke rol van een architect of ontwerper? Ja, misschien wel inderdaad. Hè. Je zou kunnen zeggen dat het misschien in de afgelopen jaren dat je als architect ook veel meer in die rol van geveltoerist geduwd wordt. En daar we misschien een beetje ook betekenis uit het oog verliest. En ja, dit gebouw is natuurlijk echt een uitgelezen kans om dat weer veel breder te trekken. En om vanuit die duurzame ambitie van het gebouw naar het interieur, naar de mensen die daar de hele dag in werken, om dat eigenlijk tot eigenlijk één opgave te maken in plaats van ons alleen op de esthetica van een gebouw te concentreren. En de reststromen niet te vergeten. Hè? Het mooie van dit verhaal vind ik elke keer het sluiten van die keten van reststromen, ontwerp, mensen die fijn tijd hebben en een ambacht en een handtekening kunnen zetten om dat ontwerp vorm te geven. Dat is denk ik echt wel wat echt iets toevoegt, Marijke. Ja, het is ook heel mooi om te zien. Er zijn heel veel biobased materialen upcoming. En om het een lokaal verhaal te maken, dat dan verder impact kan krijgen. Maar als je kan beginnen met lokale reststromen te sluiten en nieuwe materialen te maken, maak je een veel grotere impact in de totaliteit dan wanneer dat je de biobased materialen van een andere kant van de wereld laat komen. De transportkost die dat daar tegenover staat, maakt het materiaal veel minder biobased dan wat eigenlijk de insteek was. Dus als we lokale kringen kunnen sluiten en daar de sociale economie in kunnen betrekken, lijkt me dit echt een heel mooi verhaal. Ja, super. Martijn, Marijke die werkt nog aan de keukentafel of in de garage. Ja, ja. Wat kunnen we leren van het proces van Peel Pioneers? Ook een bosbedrijf, tenminste gevestigd in een bos. Hoe is dat jullie vergaan van zeg maar de garage tot hier? Wat kunnen wij meenemen? Oeh, ja. Ik mag mijn groot stap hoor. Ja, dus ja. Seconde te vertellen. En nou, ik denk wat de oprichters heel goed gedaan hebben, die hebben heel veel dingen tegelijk gedaan. Dus ik ben zelf een techneut, dus ik zou zelf de neiging hebben om eerst het hele technische stuk helemaal uit te vogelen. En te, zeg maar, de, de,
dat helemaal af te hebben en dan verder te gaan. Maar de oprichters, dat zijn ondernemende types. Dus die zijn gezegd, oké, we snappen het een derde, een kwart. De techniek, hup. Gewoon beginnen. We gaan gewoon beginnen. We gaan op zoek naar financiers. We gaan op zoek naar leveranciers. We gaan op zoek naar afnemers. Ook niet onbelangrijk. Ja. Dus al dat soort dingen zijn in parallel gelopen. Terwijl er zeg maar, op garageniveau heel veel geïnnoveerd werd. Ik denk dat dat een van de lessen is van die ik meeneem uit mijn bedrijf. Is dat je niet moet wachten tot één ding af is voor je het volgende ding gaat doen. Maar je probeert zoveel mogelijk dingen in parallel te laten lopen. Ik weet niet of dat je vraag beantwoordt. Ja, en waar ik natuurlijk ook nog benieuwd naar ben, is de aanvoer van grondstoffen. We merkten het al even toen we gingen rondlopen bij Wener. Ik stelde, we zeiden, jullie hebben heel veel kilo's bermmaisel. Waar blijft dat dan? Dat was nog best wel lastig om dat dan te vinden. Mm-hmm. Maar jullie hebben dat al beter onder controle, dus, de stroom. Precies, dus een van de beginstappen was goed contact met Renewi. En Renewi aangeschakeld om die reststroom op te halen in de supermarkten. Dus dat, ook dit was dus een van die parallele stromen. Hoe zorgen we ervoor dat we toegang krijgen tot onze grondstof? Dat is echt al aan het begin gedaan. Dus een samenwerking met Renewi om dat voor elkaar te krijgen. En nu zijn ze onze vaste partner. En zijn wij ondertussen al de grootste. Dus het wordt voor andere mensen al lastig om ons in te halen. Want wij halen nu al bijna al die schillen op. Wat ik zelf ook echt een mooie les vond, hè, want ik vond dat meteen beginnen, hè, dat is denk ik al een hele mooie. Gewoon, ook al het is nog niet af, we gaan gewoon starten. Mm-hmm. Dat is een mooie les, maar wat ik ook heel bijzonder vind is, wat jullie doen is echt een commercieel businessmodel. Ja. Het is geen gesubsidieerde chique afval. Het is een duzame economie waar we het over hebben. Duurzame economie. Ja. Ja. En dat is natuurlijk wat je wat minder vaak ziet. Ja. Het is gewoon een commercieel bedrijf die ook nog eens een keer heel erg in die duurzame hoek zit. Ja. Ja, we hebben natuurlijk investeerders. Hè. Dus dit begin je niet zomaar van. Nee, maar die investeerders die verwachten uiteindelijk wel natuurlijk iets te zien. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En wat ik dan ook mooi vind is, hè, het loopt al. Het loopt goed en je hebt een afzetmarkt. Maar dat je toch de hele tijd doorgaat om weer nieuwe ingang te vinden. Om misschien nog net iets beter te maken. Of nog producten van nog meer waarde te creëren. Dus jullie blijven ook echt wel continu doorgaan en innoveren. Ja, want kijk, de droom is dat er schillen inkomen en dat er schoon water uitloopt. Ja. Dat is de droom. En we zijn goed op weg, maar daar zijn we natuurlijk nog niet. Dus daar heb je innovatie voor nodig. Niet alleen technisch, maar ook op allerlei andere gebieden. Ja. Ja, ja. Hey, dat is zeker. Dat is een prachtige droom. Ja, ja. Dat is in ieder geval toekomst. Ja. Nou, wij zitten nog, Marijke, in de ik zeg wij, maar misschien snappen mensen niet. Maar ik ben ook onderdeel van het project, ook al host ik hier nu. Dus ik probeer altijd ook dit project natuurlijk dat verhaal rond te krijgen. Fijn dat we hier een plek hebben om dat nu zo te vertellen. Wij zijn ook begonnen, hè, in overleg met Wener nu, met die kleine keukenschaal. En dan? Hoe gaan we beginnen nu bij het begin, hè? Ja, we beginnen bij het begin. Het is moeilijker in een sociale economie om we vertrekken en we zien along the way wel, om die mensen mee te krijgen, moeten we een beetje trager gaan. Maar eigenlijk zijn we ook tegelijkertijd veel dingen aan het doen. En we zijn ondertussen reststromen aan het bekijken, binnen Wener Excel, maar misschien ook binnen de gemeente, er is stromen van de gemeente waar we nog niet aan gedacht hadden. Wener Excel is een gebouw van de gemeente. De afvalstoffenstraat is onderdeel van de gemeente. Het zou mooi zijn. Het project is een brain sparkling om het idee in gang te krijgen. In dit project doet eigenlijk het uiteindelijke product er minder toe. Het zou heel mooi zijn dat we daar op een korte tijd al effectief een product van kunnen maken. Maar het is meer de beweging om na te denken over reststromen, om die te kunnen omzetten in nieuwe materialen en nieuwe producten, dat dan hopelijk vervolgens de sociale economie of de beschutte werkplaats daar verder kan oppikken. En in de huidige kringwinkel, hoe heet de kringloop. Kringloop. Ja. In de kringloop. Misschien kunnen zij er wel mooie nieuwe biobased producten van maken. En kan het een kleine commerciële
gegeven worden, een kleine commerciële onderneming worden. Misschien wordt het een mooi voorbeeld, of hopelijk wordt het een mooi voorbeeld voor andere gemeenten die dat met dezelfde soorten economieën of dezelfde soorten koppeling maken tussen een sociale werkplaats en andere ondernemingen binnen de gemeente, waardoor dat het kan gekopieerd worden en op die manier overal kleine lokale reststromen sluit. Ik denk dat we dan al een hele stap verder zijn. Ja, dat zou super zijn. Ivo, dat is ook denk ik een belangrijke boodschap aan de gemeente Den Bosch en WNRXL. Ja. Wat hebben wij in de nabije toekomst nodig om dit goed te laten verlopen? Nou, in ieder geval denk ik vooral bewustwording dat zo'n dat netwerkje wat we nu al een klein beetje in kaart hebben gebracht en geschetst, dat er al helemaal ligt en gewoon gebruikt kan worden. Dus eigenlijk is de stap van de manier waarop het nu gebeurt, nou, op een duurzame manier dit soort materialen produceren, die is niet zo groot. Ja. Dus ik denk dat dat belangrijk is om dat bij een aantal mensen duidelijk te krijgen. Van, nou, we kunnen dit bewijs van spreken, kunnen we hier morgen mee beginnen. De zijn er infrastructuur waar je nu tegenaan loopt, dilemma's of een groot probleem? Ja, nu denk ik in dit kleine project niet, maar in de vervolgstap, hè? Zometeen maak jij met al je fans van de WNRXL, hè? Dus de dames en Jack die daar hard aan trekt binnen de WNRXL, Jack Duineveld, een mooi product. Hè? Daar komt bijvoorbeeld een lamp uit. Ja. En dan moet dat in het interieurontwerp. Ja, nou ja, dat is natuurlijk het mooie is dat we zijn al bezig. Hè, er is al een project, dus daar gaan we deze ontwerpen al gewoon meteen in gebruiken. Nou, dat is al de eerste stap. Hè. Gewoon maar beginnen. En dan komen die kleine en grote problemen, die komen dan vanzelf aan het licht. Hè. En ook misschien netwerken die er liggen, die wij helemaal niet gezien hebben, komen dan aan het licht. Je ziet al nu met zo'n workshop, door het gewoon maar te gaan doen met de mensen van Wener, is dat ze ook vanuit hun kant meteen fantasie aan het rollen gaat en zij denken op een hele andere manier na over potenties van het materiaal dan wij eigenlijk als ontwerpers ernaar kijken. Dus ja, dat. Maar ook over de werkzaamheden die zij eigenlijk altijd zouden kunnen doen. Ja. Anders dan nu. Anders dan nu, hè. Dus waar je dus ziet dat zij nu voornamelijk oneerbiedig een soort bezigheidstherapie is, kan het op een veel betekenisvollere manier enerzijds en ook een veel waardevoller product opleveren. Hè? Dus mensen veel meer naar een soort nieuw ambacht laten gaan met dit soort nieuwe materialen. Ja, dat lijkt mij voor een bedrijf als WNRXL een hele mooie toekomstvisie. Zeker. Ja. Ik ben eigenlijk benieuwd of je allemaal één heel belangrijk punt uit waar je mee bezig bent nu wil benoemen. Wat is nu op dit moment het belangrijkste wat je ondervindt en waar je het hardst aan zou willen werken, Marijke? Ik schrijf de vraag. Ik denk even lastige vraag. Ja. Ivo, weet jij hem al? Nou ja, ik vind, je hebt eigenlijk een soort materiaal waar echt een enorme fun factor in zit. Op kantoor hebben we een hele doos met staaltjes en materialen. En op het moment dat je dit iemand al in handen geeft, dan gaan de radertjes, die gaan meteen lopen. En dat geeft gewoon heel veel energie. Wij hebben meteen een beeld bij van. Het is leuk. En daardoor... Gaat het proces zichzelf bijna in gang zetten. Dat vind ik echt het leuke aan zo'n proces als dit. Het is natuurlijk in wezen, als je kijkt naar zo'n plan van de Wener, een heel kleinschalig iets. Ja. Maar dat kan denk ik heel veel betekenen voor het gebouw zo meteen en wat mensen doen. Mijn praktijk is dat ik moet kiezen. Ik heb zoveel capaciteit om dingen te onderzoeken. Hè. Dus ik heb een team en mezelf en hulp daarbij. En we hebben altijd meer ideeën dan we kunnen doen. Ja. Dus zeg maar kiezen, slim kiezen van waar ga je op richten. En niet alleen de dingen doen waar je goed in bent, maar ook de dingen die in de toekomst belangrijk worden. Ja, dat is wel de uitdaging. Dus als jij zegt, ik heb een doos vol stalen en ik moet kiezen, ja, dat herken ik wel een beetje. Dat is mijn praktijk. Ik heb al die ideeën en iedereen roept en trekt.
Maar ja, we kunnen maar zoveel dingen tegelijk doen. Ja. Dus dat is een leuke uitdaging. En welk nieuw ding van Peel Pioneers zie jij als heel kansrijk, wat we kunnen verwachten? Ja, ik kan er nog inhoudelijk niet zoveel over zeggen. Het gaat twee kanten op. Dus aan de ene kant is het verwaarden van reststromen. Hè, dus we hebben reststromen die we ook willen verwaarden. En echt nieuwe gave producten ontwikkelen. Dus we gaan beide kanten op. Maar ik kan daar, dat is jammer, maar ik kan gewoon nog niet veel over zeggen. Ja. Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag, is dat ook. Hè? Dat is ook waar wij aan werken met dit project, is ook die nieuwe economie. Nieuwe waarden, nieuwe economie. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. En zover zijn we niet. We zitten in die transitie en we zitten op dat kantelvlak van het benoemen van waarden van dit soort producten, reststromen, arbeidscapaciteit. Dat is echt heel spannend op dit moment. Ja, en ik denk dat in de transitie het heel goed is dat de sociale economie ermee in betrokken wordt. Omdat je zo kansen veel groter maakt om een product om tot zijn volle potentie te komen. Omdat de arbeidskrachten op een andere manier kunnen ingezet worden dan op de standaard arbeidsmarkt. En dat heel veel opties geeft voor de biobased materiaal bijvoorbeeld. Dat denk ik ook, zeker in de opschaling die er nog enorm moet plaatsvinden. Dit project is mogelijk gemaakt door het Fonds voor de Creatieve Industrie. Dat is natuurlijk ook een fijn podium. Hoe gaan we dat verder brengen? Nou ja, ook weer gewoon doen. Hè. Het is van dit podium. Ja, ook heel duidelijk wat insteek is van zo'n subsidie is. Ja, jullie hebben het idee, je hebt een stip op de horizon. En ga maar door het ontwerp, het onderzoek uit te voeren, kijken waar het je naartoe brengt. En dat is natuurlijk ook een hele mooie waarbij het manier. Vooral niet gaat alleen om het ontwerp, maar vooral om ook weer om die duurzame economie en de partners met wie je het samen doet. Ja, precies. Het is echt absoluut niet het idee om een hele mooie biobased lamp of iets dergelijks op te leveren, wat fantastisch is en heel mooi opgehangen kan worden op de Dutch Design Week. Het is veel meer het idee om eigenlijk te gaan kijken hoe kunnen we dit, kunnen we die keten als het ware in kaart brengen en ontwerpen. En kunnen we het ook zo omschrijven en onderzoeken dat de andere mensen daar weer van kunnen leren. En tegelijkertijd met ons zijn nog veel meer mensen bezig met vergelijkbare onderzoeken. En hebben we ook onderling met elkaar contact. En kijken we wat kunnen we al gewoon op dit moment al. Er is zoveel gaande. Van elkaar. Ja, zoveel gaande. Dat is idioot. Ja. Dus dat is gewoon heel leuk. En het zijn natuurlijk dingen die wij doen, zijn andere mensen ook aan het doen tegelijkertijd. Want het is natuurlijk eenmaal met dit soort ontwikkelingen. Dat gaat parallel zijn. Meerdere mensen tegelijk met dezelfde ideeën bezig. Maar wat ook is aan deze tijd, vind ik dat mensen het ook heel erg opengooien. Ja. Zeggen, het is open source, recepten. Ja. Hoe doen wij het? Kunnen we het met z'n allen beter maken? In plaats van we proberen ons eigen productje te beschermen en uit te werken. Ja, dat is super. Wanneer kunnen we de eerste resultaten zien van de workshops, Marijke? Wanneer zijn de eerste producten klaar? De eerste testjes die we eergisteren hebben gemaakt, zullen ze morgen het resultaat van kunnen zien. Binnen 2 weken starten we opnieuw, gaan we een stapje verder. Maar ze zijn dol enthousiast en ze gaan vandaag en dinsdag en donderdag nog oefenen op zichzelf. Eigen initiatief. Dus heel, heel leuk, waardoor dat het sneller zal gaan. We hebben nog 3 workshops gepland. En op het einde, tegen half april ongeveer, hopen we mooie resultaten kunnen voor te leggen. En het resultaat is dan? Hopelijk een afgewerkte lamp. Een lamp? Ja. Een lamp die je boven je tafel kan hangen? Die dat bijvoorbeeld in de Wiener Excel. Op boven de koffieplekjes kunnen we een lamp van koffie maken, waardoor dat het echt heel letterlijk de keten opnieuw terugsluit. En eens de afval, de koffietrap, kan je dan hergebruiken om een koffielamp boven je koffiehoekje te hangen. Dus de reststroom hangt boven daar waar de reststroom weer op gang komt. Ja. Gemaakt door de mensen van die in die kantine zijn. Ja, keep it simple. Keep it simple. In dit geval is dat
extra aan de orde. Keep it simpel. Als ik merk hoe enthousiast ze nu al zijn, het feit dat ze de kans hebben om misschien ergens hun eigen naam op de lamp die dat ze zelf gemaakt hebben kunnen zetten, of mijn lamp die ik gemaakt heb hangt daar in het gebouw. Dat was de insteek van dit project en dat blijkt dus heel erg te lukken. Dus het is heel mooi om te zien. Dit soort materialen lenen zich echt heel erg om. Het is nog best wel ambachtelijk werk. Ja. Dat de signatuur van de maker, die zit er ook altijd in. Dus letterlijk of figuurlijk kunnen ze een stempel erop zetten. Ja. Leuk. Ja. Afrondend gaan we. Ben ik iets vergeten aan jullie te vragen? Iets wat echt nog op tafel moet komen? Nou ja, kijk, om nu de Pielpioneers aan tafel hebben. Dus voor mij als architect is zeg maar het niveau van circulariteit waar jullie inzitten, is echt verre toekomstmuziek. Hè. Wij hebben natuurlijk als een architectonisch product is natuurlijk het samenstelsel van duizenden materialen. Hè. Zie daar maar eens een gesloten keten van te maken. Die moeten dan ook nog met elkaar samenwerken. En jullie hebben eigenlijk één grondstof en dat is ook nog eens een keer dat is al een afvalproduct. En dat hebben jullie echt 100% tot op de laatste korrel maken jullie daar een waardevol product van, waarvan de waarde hoger is dan de afvalstof zelf. Nou ja, dat vind ik zo'n mooi principe, hè, dat dus kan. Dat moeten wij als architecten ook kunnen. En hopelijk binnen niet En ik denk ook dat het kan. En ik denk dat sinaasappelschillen is maar een voorbeeld. Ja. Er zijn zoveel, ik noem het dan maar gedefinieerde reststromen waar je mooie dingen mee kan. Ja. Dus wij hebben dan... Ja, ik zou zeggen per toeval, zo hoe gaan die dingen, gekozen voor sinaasappelschil. Maar dit soort ideeën moeten voor het oprapen liggen. Ja. Ja, dus het heeft alleen iemand nodig met zijn garage om daaraan te beginnen. Ja, en daarvoor geldt ook weer, denk ik, het is zo'n goed idee. Dat je, je kunt dat, als je dat in twee zinnen iemand vertelt, Dit had denk ik wel een groot wauw gehad. Ja. Ja. Dus als ik kom met van, ik kan de witlofblaadjes verwaarden of zo. Dat klinkt anders, denk ik dan. Denk ik hoor, misschien is het niet waar. Je moet het ook hoor. Sexy maken. Ja, dus sinaasappelschillen of zo. Ja. Het oogt al mooi. Hè. Dus de eerste slide van de eerste presentatie was natuurlijk al mooi. Ik heb geen idee, misschien speelt dat wel een beetje mee. En wat toch een rol speelt, is dat het verhaal, en dat blijkt dan toch steeds weer, dat het verhaal ook niet onbelangrijk is. Ja, absoluut. Ja, ja dat klopt. Dus het is niet alleen maar wetenschap en scheikunde. Klopt, het verhaal. Ja. Absoluut. Ja. We gaan meer verhalen vertellen. Dat is wat we gaan doen, nu en in de toekomst. Er staat ons nog heel veel te wachten. Hè? Dus er komen producten uit. We kunnen dat straks allemaal op de website volgen, denk ik. En op onze sociale media, wat de vorderingen overal zijn. Ja. Bij jullie kunnen we dat denk ik ook volgen bij de Pioneers. Ja. Dat wat je nu allemaal nog geheim moet houden. Dat binnenkort drippelsgewijs. Ik vind het sowieso machtig mooi dat zich in Den Bosch afspeelt. Met gewoon lokale ondernemers die niet alleen vanuit hun eigen vakgebied, maar ook een heleboel andere vakgebieden meenemen in die innovatieve en duurzame oplossingen. Dat vind ik geweldig. Mm. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid hier. Marijke, Martijn en Ivo. Graag gedaan. Dankjewel. We gaan hem afsluiten. Ik vond het vreselijk inspirerend. En we gaan hopelijk terugkijken en nog heel veel zien. Dank jullie wel voor het meekijken. En als je meer wil weten, mail, bel, weet ik veel. We komen er wel uit. Ja. En jullie weten ons te vinden. Bureaucade en Pielpioneers. Dank jullie wel. Dank je. Dank je.